Het Openbaar Ministerie neemt deze zaak hoog op. Daarom is er ook een lange gevangenisstraf geëist. De verdachte heeft gedreigd met ontploffingen. Hij heeft ook daadwerkelijk explosieven geplaatst. Hij heeft gebruik gemaakt van hele instabiele springstoffen die zomaar hadden kunnen ontploffen. En ook van hele zware explosieven. Eén daarvan had de kracht van wel vijf tot acht handgranaten. Dat heeft natuurlijk een grote impact gehad op de maatschappij. Maar in het bijzonder ook op de medewerkers van de Jumbo. Die natuurlijk angstig zijn geweest over wat er had kunnen gebeuren en dat is voor het Openbaar Ministerie de reden om een forse gevangenisstraf te eisen.